De voetbalcompetitie in de twee zuidelijke afdelingen van de KNVB staat één zondag stil, omdat het Zuid-Nederlandse elftal tegen Luxemburg zal spelen. Het wordt de 20e wedstrijd uit de reeks. 18.000 mensen schuifelen en lopen naar het Philipsburgpark in Eindhoven, wel een bewijs hoe populair deze semi-interlandwedstrijden zijn. Als de wedstrijd begint, zit of staat iedereen in de koude wind te wachten op de dingen die komen gaan. En wat er kwam tenslotte, heeft de toeschouwers wel even wat warmte gebracht. Tweemaal nam Zuid-Nederland de leiding. En tweemaal maakte Luxemburg gelijk. Ieder had zich al verzoend met de stand 2-2, toen vlak voor het einde Luxemburg nog één keer de bal in het Hollandse doel joeg. En zo werd het 3-2 voor de mannen uit het Groothertogdom.